Bas Nijhuis is door de KNVB aangesproken op zijn manier van fluiten. De arbiter staat bekend als iemand in het veld veel toelaat. Bas zou wat meer mogen fluiten, dat klopt, zegt scheidsrechtersbaas Dick van Egmond in het Algemeen Dagblad. Waar andere scheidsrechters misschien weer wat minder zouden moeten fluiten, zijn manier van wedstrijden leiden is bij ons onderwerp van gesprek. Dat was in het verleden zo en daar zijn we recent weer op teruggekomen, dat ontken ik niet. Volgens de voormalige scheidsrechter is er één bandbreedte, de arbiters kunnen opzoeken. Wij spreken arbiters aan als ze daar overheen gaan, Bas zit aan de ene kant van het spectrum, laten we zeggen, helemaal links. Er zijn scheidsrechters helemaal rechts zitten, aldus van Egmond. Wij proberen allebei kanten een beetje naar het midden te trekken. Diverse spelers uit de Eredivisie klaagden al eens over de manier van fluiten van Nijhuis. Een scheidsrechter krijgt van ons de ruimte om zijn eigen stijl te ontwikkelen. Maar hij weet ook dat hij moet optreden als daarom wordt gevraagd. Of hij in Europa op dezelfde manier fluit, dat is een zaak van de UEFA, daar zeggen wij bij voorkeur niets over. Update 2 over 11, Bas Nijhuis reageert tegenover RTL Nieuws enigszins verbaasd. Ik heb het verhaal gelezen, maar heb niets gemerkt van een tik op de vingers. Nee, mijn vingers zijn niet blauw. De arbiter denkt dat het Algemeen Dagblad een verhaal heeft gemaakt met oude citaten van Egmond. Nijhuis zegt dat hij zich niet zal aanpassen. De rapporten ik krijg van de KNVB zijn gewoon prima. Iedere scheidsrechter heeft een eigen stijl, ik ook, die ga ik niet veranderen, dat kan ik ook niet.